En de examenkandidaten van de zesde klassen van het basisonderwijs en VOJ en VOS-scholen zijn vandaag na bijkans 16 weken naar school geweest. Verschillende scholen hebben de protocollen van het COVID-managementteam stipt opgevolgd. Vanaf de poort wordt de temperatuur van de leerlingen opgemeten, waarna zij gelijk hun handen moeten wassen alvorens zij de klassen binnengaan. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf tijdens de laatstgehouden persconferentie van het COVID-managementteam aan dat de schooltijden voor de basisscholen en VOJ zijn van 8 uur 's morgens tot 12 uur in de middag en voor VOS van 7 uur 's morgens tot 1 uur in de middag. De bewindsvrouw gaf verder aan dat ook het examen aangepast zal worden vanwege de achterstand. Omdat niet alle kinderen inderdaad bereikt zijn met afstandonderwijs, maar we toch alle kinderen een zo goed mogelijke kans moeten geven, hebben we de examenstof eigenlijk gereduceerd tot wat in de eerste twee kwartalen behandeld is. En we hebben het samengevat tot de kernvakken. De vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis, die leervakken, gaan we dus niet doen. Het gaat echt om de kernzaken die de kinderen moeten hebben voordat ze door kunnen stromen naar een hoger type onderwijs. Ook de examens van VOJ-leerlingen en VOS-leerlingen zijn voor een deel aangepast. VOJ... Ik krijg een vraag hier over mondeling examen. Kinderen hebben geen tijd om boeken te lezen. De bibliotheken zijn gesloten. Maar lieve studenten, we moeten niet wachten tot laatste ogenblik. De bewindsvrouw wist van tevoren dat het een hele organisatie zou vergen voordat de kinderen naar hun plek in de klas kunnen gaan. Daarom raden ze de ouders aan ervoor te zorgen dat hun kinderen ruimschoots op tijd aanwezig zijn, zodat de scholen op de aangegeven tijden kunnen aanvangen. Lieve mensen, breng dat kind niet om 2 minuten voor 8 op school, want de temperatuur moet gemeten worden en de handen moeten ontsmet worden. Dus zorg dat u een kwartier van tevoren al op school bent, zodat dat wel goed gaat verlopen. Een goede bijkomstigheid is dat de interieurverzorgers die normaliter na het schooltijd op school komen, nu in ploegen gedurende de hele schooltijd op school zullen zijn. Waardoor de garantie, zoals ook met het schooltransport, dat tussendoor dingen ontsmet kunnen worden of gereinigd kunnen worden, dat die garantie er is. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak afgelopen vrijdag tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 Management Team. De scholen hebben vandaag de deuren geopend voor de examenkandidaten. Op verschillende scholen zijn er, zoals aangegeven, extra COVID-19 voorzorgsmaatregelen getroffen.